Welkom mensen van Mixed Gamers HD, ik ben Kevin en ik ga vandaag wat aan jullie vertellen jongens. De week 3, seizoen 6, challenges zijn geleakt en ik ga hier met een lijstje komen. Dat zodat jullie al kunnen voorbereiden op het nieuwe op de nieuwe week. En de challenges gaan als volgt. Onder andere bij de free challenges waar je 5 battle stars voor krijgt is revive a player in different matches. Dat betekent dus dat jullie in verschillende potjes mensen moeten gaan reviven. En dat moet je maar liefst 5 keer doen. En dan krijg je 5 battle stars. De volgende free challenge is dat er een stage 1 is. Search a chest in Lonely Lodge. Dus je moet een kist zoeken in Lonely Lodge. Deze gaat natuurlijk weer met stages. Dus ik gok dat er 5 stages zijn. Dat je ook hier 5 battle stars voor gaat krijgen. En dat je gewoon nog meer kisten moet zoeken. Dus dat je gewoon nog 5 kisten op andere plekken moet zoeken. Of 4. Ligt er een beetje aan wat de bedoeling is. Nou, de volgende challenge heeft meer te maken met Halloween. En deze is nog nooit vertoond natuurlijk. Ring the doorbell of a house within an opponent inside. Dat betekent dus dat er een deurbel op elk huis komt in de map. En als iemand van de tegenpartij erin zit, moet jij op die deur klikken. Op de deurbel drukken. En dan krijg jij 1 punt. Dat moet je maar liefst 5 keer doen en dan krijg je 10 battlestars van. Of dit nou in 1 potje is of in verschillende potjes, ik heb geen idee. Maar deze challenge is natuurlijk haalbaar. Dit is echt iets te doen met Halloween. Want ja, deurbel en dan trick or treat zeggen is natuurlijk de ding. Dus wie weet. Dan de echte battle pass challenges. Dus echt de waar je moeite voor moet doen natuurlijk, waar je geld voor moest betalen. De eerste challenge is stage 1, visit Risky Reels and Wailing Roots in a single match. Dus je moet tegelijkertijd, en het gaat weer over stages, dus ik weet niet alle letterlijk alle plekken. Maar, je moet dus tijdens dat je naar Risky Reels bent gegaan, moet je naar Wailing Roots lopen. In 1 potje, dan krijg je daar 1 battlestar voor. En dat moet je waarschijnlijk bij verschillende dingen doen. Nou, die challenge is natuurlijk heel makkelijk, want ja, je kunt heel snel van Risky Reels naar Wailing Woods, want het zit praktisch naast elkaar, dus dat is echt super makkelijk. Maar ja, het moet wel gedaan worden. De volgende challenge. En deze is ook weer nieuw. Hit a player with a tomato 20 meters away or more. Dat betekent dus dat je met een tomaat moet gaan gooien van 20 meter ver. En er staat er bij mijn lijstje, en die kunnen jullie ook zien, 0 van de 1000. Nou, hoe dit in zijn werk gaat, ik heb letterlijk geen idee. Maar jullie weten dat jullie zo'n tomaten-emote hebben. Die je kan gooien. Daar zou je iets mee moeten gooien. Of er komt een of andere tomatenpistool. Kan allemaal. Een soort van tomaten-rocket launcher. Ik heb geen idee. Maar dat is in ieder geval een challenge. En daar krijg je dan 5 battlestars voor. Nu komt de volgende challenge. Shoot 3 opponents. Of shoot 3 targets at different shooting galleries. Die challenge hebben we al een keertje gehad. De bedoeling is dus dat je weer naar zo'n kanon gaat. En weer op van die schijfjes moet schieten. Dus op van die bakstenen frisbees. Dan moet je dus per elke shooting gallery, dus per kanon, moet je dat 3 keer hebben gedaan. Dus je moet 3 keer hebben geschoten op zo'n bordje. Dus je moet 3 keer raakschieten. Dan moet je dat nogmaals 5 keer doen op verschillende plekken. En dan krijg je gewoon 10 battlestars. En dat is super chill, want dat is gewoon 1 gratis tier eigenlijk. Dan komen we bij de volgende challenge. Maar ook echt de volgende en de laatste challenge. Eliminate an opponent in different matches. Dus je moet in 10 potjes moet je 1 kill maken. En dan krijg je weer 10 gratis battlestars. Waar je eigenlijk gewoon niks voor hebt gedaan. Maar ja, je krijgt het wel. En daar kunnen we zeker van genieten. Nou jongens. En omdat Ring the Doorbell of a House Within Opponents Inside die challenger in zit, heb ik het idee dat volgende week, en ik weet het niet zeker natuurlijk, het is maar een gok, dat volgende week de Skull Trooper erin zit en de Girl Trooper. En er komt sowieso waarschijnlijk een mannelijke Girl Trooper en een vrouwelijke Skull Trooper. Dus stay tuned for it man. Want het komt jongens, het komt en het gaat gebeuren. Maar we weten nog niet wanneer. Mensen, vonden jullie deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer. En dan zeg ik, tot de volgende keer. Want dan ga ik waarschijnlijk Fortnite spelen. Dus, ayo mensen.